Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb net een heleboel hier opgeruimd, zodat ik weer een keer een video kan doen. Ik heb hier een Rokko-trein. Dit is mijn eerste digitale trein. En het staat op dit moment op analoge mode. Die gaat eruit. Hiermee was toen gekregen, deze hoek hier was afgebroken. Die is inmiddels heb ik die gelijmd en ziet er redelijk uit. Kan nog wel wat schoongemaakt worden. En de pantograaf was defect. Ik weet inmiddels hoe ik de pantograaf moet repareren, maar dat doe ik een andere keer. Deze, hier heb ik een reserveonderdeel van weten te bestellen. Dus die gaat eruit. De decoder gaat erin. De zijrails, fel oranje, heb ik ook een nieuwe besteld. Die gaat er ook in. En dan is deze weer helemaal goed om mee te rijden. Ik heb zo. Deze kan nog wel eens handig zijn. Al is het alleen maar voor het veertje. Ik heb tegenwoordig mijn laptop naast me staan. Hoe kan ik voortaan zien wat ik aan het doen ben? Het geluid is nog steeds niet helemaal goed, want er hangt hier een losse microfoon. Dus als ik hier ga praten of daar, dan hoor je het minder goed. Maar het moet vooral voor mij leuk blijven. Kijk aan, deze ziet er toch wel wat anders uit dan die vorige. Maar als het past, vind ik het prima. Dit moet naar onderen, zo. Nu zit er dadelijk een splinternieuwe pantograaf op. Zo'n oude lelijke locomotief. Schroef je er weer eens in om hier te krijgen. Kom op. Hoe moeilijk kan het zijn? Zo. Nou, dat ziet er aardig uit. Het ziet er niet hetzelfde uit als de oude, maar dat is prima. Nu. Deze hier aan de zijkant. Een aantal van die gaten lijken dichtgelijmd te zijn. Als het goed is, de oude gele, ja, eigenlijk de relingen van de trapjes, die heb ik ook nog ergens liggen. En het kan nog wel eens handig zijn om het gat mee open te krijgen. Dat doe ik dan liever niet met de nieuwe. Zo. Dus dan moet het uiteindelijk zo hierin. Op de zijkant van de. Dat gaat er mooi passen. Op de zijkant van de trap. Daar moet echt een stuk af. Dit kleine ding steekt anders. Tot de ver voorbij. Ja, dat gaat hier onderdoor, dat gaat niet goed. Dus ik moet hier een stuk van afhalen. Dat is niet heel erg.
teststevig spul. In. Dus, stevig spul. En het is hard duwen om er ergens in te krijgen. De bovenkant moet dan hierin. Zo. En nu zit er een stukje trapleuning op. Hij steekt vrij ver door, maar dat gaat hier geen problemen geven. Ik denk dat ik mijn veiligheidsbril op moet zetten met het afknippen van deze. Ik kijk in ieder geval wel even de andere kant op. Zo. Die stukken die ik afknip, ik hoop dat ik ze daar nog kan vinden, want ze liggen nu natuurlijk door de hele schuur heen. Maar die zijn wel bijzonder handig. Voor andere reparatieprojecten. Zo ben ik bezig met een Lima-trein. Ik ben bezig met een Lima-trein die heeft een kapotte koppeling tussen de treinstellen. Dit metaal is, als ik het een beetje weet te verbuigen, kan ik het erop lijmen. Dat is ideaal. Ik heb het nu gedaan met... Ja, ik heb hier altijd weerstanden. Eens kijken, weerstanden. Hier. En hier zit dus ook een stuk metaal aan. En die knip ik vaak korter. Dat heb ik nu gebruikt. En op zich werkt dat. Het enige punt is dat je het verbuigt makkelijk weer terug. Zo, die vloog door de hele schuur. Het buigt makkelijk terug. Dus je kunt hem mooi vastmaken, hij blijft vastzitten. Als je hem los maakt, dan moet je hem weer opnieuw helemaal terugbuigen om hem weer vast te zetten de volgende keer. Dus het is misschien met dit. Dit is zulk stevig spul. Dat er wel eens kan zijn dat als ik die eenmaal goed heb gebogen, dat het gewoon blijft werken. Maar dan zal ik er eerst een moeten vangen, want ze vliegen echt alle kanten op. Kijk. Dit stukje trap moet even nog een klein beetje gelijmd worden, zie ik. Zo, en dan hoop ik dat ook dit gat open blijft. Wat ik doe, ik zet er gewoon deze trapleuning op en hoop ik dat die hem op zijn plek houdt.
blijft het weer lekker. Lijm. Ik snap wel dat ze het snuiven. Die hierin. Dat doorheen. Zo. Zo. Oh, dan kan ik tenminste zien als ik het opneem dat het net buiten beeld is. Wat een luxe. Aan deze kant is al heel veel gerommeld en gelijmd. Oh, die... Ah, die is scherp. Oh. Metaal is zeker geschikt om iets open te duwen. Zo. Oh. Dat is niet fijn, zeg. Bloed moet vloeien. De enige manier dat ik eigenlijk weet om dit open te krijgen is door een kleine boor of dit te gebruiken als kleine boor hier rustig in te boren. Maar die spullen heb ik nu nog niet. Dus. Zo. Ga ik in ieder geval wel die daarnaast zit doen. Jezus, zeg, dit doet echt, dit is niet fijn. Zo'n stuk metaal even je vinger in steken. Ik was al een beetje bezorgd om met het inzetten van deze trapleidingen dat het zou gebeuren. Toen had ik geluk. Nee, dan moet ik gewoon opnieuw even proberen open te krijgen. Vanaf de voorkant is nu nog wel te zien dat deze doorlopen. Dus eigenlijk moet ik ze ook nog een keer bijknippen. Ik doe dat wel op het moment dat alles goed uitgehard is van alle lijm die er overal op zit. Ik sluit in ieder geval wel de decoder weer aan, die hier vroeger in zat. Er zat mooi op een stukje dubbelzijdige tape. Die tape doet niks meer. Ik heb ze op niks anders liggen. Dus dat komt straks nog. Zo, zit jij nu wel goed? Die kap die klikt niet meer. Hier is de klik, hier is de klik, hier is de klik. Daar is het. Er is ook één. Ja.
Volgens mij zit de decoder klem. Die moet precies hier in die ruimte die daarvoor vrijgemaakt is. Zo, ja, dan valt hij op zijn plek en hij zit vast. Dat is mooi. Oké, op het spoor. Ik heb mijn Decoder Pro al aanstaan. Eens kijken of hij hem kan vinden. Volgens mij zit ik op het verkeerde spoor. Zo. Even opnieuw opstarten, want als je hem eenmaal op Identify hebt gezet en je wil hem afbreken, dat gaat niet. New logo, read from type, ja. En dan rijdt rustig op en neer. Voor mij hoorbaar. Oeh, er zijn een heleboel types. Lock sound, nee, dit is een Lock Pilot 4 DCC. Geen micro, gewoon normale. Die zit op adres GM6 zetten. Dat vind ik leuk. Yes, safe. Oh, natuurlijk een naam. Vijf had ook nog een punt, daar staat ook nog niks. Geef mij mijn throttle. En zet hem op het main track. Nu ben ik met name benieuwd dat het vooruit, wat ik altijd als vooruit heb beschouwd, ook echt vooruit is. Vuile rails, vuile wielen. Maar vooruit, wat ik altijd als vooruit beschouw, is ook vooruit. Dat is mooi. Nou, aan deze kant is hij duidelijk gevallen. Hier ontbreekt nog wat hier ook zit. Wat ronde stukken plastic, maar misschien dat hij wel van deze stukken gemeen staal kan gaan maken en erop kan zetten. Maar verder herrijdt. Hij trekt mooi op. Prima. Die is dus alweer bijna in orde. Dit was eigenlijk mijn eerste digitale locomotief van een paar maanden terug. Kwam met een heleboel extra decoders. Geen idee wat voor types dat waren. Heb ik niet uit kunnen vinden. Ik heb ze ook weer van de hand gedaan. Deze locomotief vind ik wel leuk om te houden. Het is geen mooie, er zitten flink wat lijmresten op. De binnenkant is ook niet van het. Het is eigenlijk een blok staal dat je ook door de ramen kunt zien. Maar met een beetje liefde en goede wil is het best een leuk dingetje. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond.